Not again. Ah! Godverdomme. 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 Yo, Sutai Squad, welkom bij een nieuwe Sutai Survival aflevering. Vorige keer zijn we hier geëindigd. We hadden de Warden achter ons aan. Ik werd helemaal blind. Ik zag niks meer. Het enige wat ik zag is deze prachtige diamonds in mijn inventory. Oh my god. Maar dus ja, ik moest mij verstoppen voor de Warden. Ik denk niet dat ik al sterk genoeg ben om die te bevechten ofzo. Ik heb gehoord dat hij alleen maar kan luisteren, die kan niet kijken. Dus zolang dat we stil zijn, moet alles in orde komen normaal gezien. Maar hetgeen wat ik vandaag wil doen, is gewoon terug veilig thuis geraken. Als ik deze aflevering al kan fixen, dan ben ik al meer dan tevreden. Ik ga natuurlijk nog een beetje hier en daar rondkijken. Volgens mij heb ik nog niet alles hier ontdekt van dat speciale kasteelgebeuren hier. Dus ja, hier waren we vorige keer geëindigd. En toen dat ik naar hier liep, werd het opeens heel donker. Ik zag niks meer. En ik denk dat dat was omdat de Warden achter mij aanliep. Maar ik weet het niet zeker. Het kan ook iets anders zijn geweest. Ik zeg het, deze Minecraft-versie heb ik nog nooit gespeeld. Dus ik heb echt geen idee. Ik moet het echt... Oh, dat waren weer die shulker. Of niet shulker, ik zeg altijd shulker. Skulk-sensors. Als die skulk-sensors afgaan, dan vliegt er zo'n gekke geluid. Dingetjes, particles-achtig iets. Vliegen er voorbij. Maar ik heb echt schrik, man. Ik zie hier ook bijna niks. YouTube maakt de video ook nog eens 10 keer donkerder, waardoor dat jullie helemaal niks zien waarschijnlijk. Maar ik wil hier nog een beetje verkennen. Hier is een mooie lavastroom. Daar hebben we letterlijk niks aan. Auw. Oké, dat deed geen pijn, gelukkig. Ik denk niet dat ik hier alles nog heb verkend. Ik heb jammer genoeg geen torches. Gelukkig zijn hier en daar wat kaarsen en wat lanterns. Maar kijk, bijvoorbeeld hier zie ik echt niks. Oh, dat is dat ding. Oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Het is weer donker, het is weer donker. Ik heb schrik, man. Ik heb schrik. Ik weet het, je mag nooit naar onder graven, maar... What the fuck is dat? What the fuck is dat? Is dat de Warden of niet? Ik weet het niet. Het zijn zo die rare beacon dingetjes en ik vind het niet nice. Ik wil helemaal niet blind zijn. Laten we een beetje eten. Ik heb echt schrik, jongen. Ik wil niet door... Hey, ik heb wel nog toortjes. Waarom dacht ik dat ik geen toortjes heb? Wat is dit nu weer? Oké, nice. Ik heb toortjes. Yay. Ik hoop dat het weer veilig is hier. Ja, damn, jongen. Ik haat die dingen. Laten we hier wat toortjes plaatsen, want hier is het zo donker als het maar kan zijn. Ik heb ook geen idee van waar dat ik kwam. Dus dat is ook echt een probleem. Er is een grote gang of zo. Wat is dit? Ja, zo gaan de toortjes er wel snel door, natuurlijk. Man, 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 waar zijn we? Waar zijn we? Oké, dames en heren, ik ga gewoon de gang terug proberen vinden. Ik denk dat ik weet waar dat ongeveer is. Oeps. Dus ja, hopelijk vind ik die terug. Not again. Ah! Godverdomme. Godverdomme. Godverdomme, godverdomme. The fuck, man. Godverdomme, ik verschoot me dood, ja. Wanneer gaat hij weg? Je blijft maar stampen. What the fuck, man, hij is weg, denk ik. Oh, dat heeft 3 jaar van mijn fucking leven gekost, man. Nu was ze maar echt, ik hoorde echt de voetstappen en al, jongen. What the fuck? De vorige keer was het nog een vals alarm, denk ik, maar nu was het echt. Ik heb mij er ingebouwd in een random cave uit paniek. Nee, hier ben ik wel geweest, blijkbaar. Was dit de plek waar ik vandaan kwam? Heb ik nu per ongeluk de weg waar ik vandaan kwam gevonden? Dat is fucking awesome. Yo, ik ben de beste vinder ter wereld. Crazy. Ik vlucht van een Warden en ik vind de weg terug. Hey. Let's go. Laten we snel terug naar boven gaan. Ja, ik heb hier geen zin in. No, no, no. Let's not do that again. Ik
God damn, ik verschoot mij dood, man. Ik dacht echt dat de Sutai Survival gedaan was. Echt waar. Godverdomme, dat ding is eng. Eigenlijk is het heel simpel. Maak gewoon geen geluid en dat ding komt niet naar u. Maar ja, als je zo in paniek bent, je wilt weg. Dus dan loopt je weg. En als je loopt, maakt je geluid. Dus ja, dat is wel een probleem. Ik kwam van hier volgens mij. Ja. Oh, awesome, joh. Ik ben zo blij dat ik de weg terug heb gevonden. Ik had nooit gedacht dat ik die weg terug ging vinden. Echt waar niet. Ik ben hier in dat watertje gesprongen, ging erboven, dus dat is fucking awesome. Ik ben zo blij dat ik dit heb gevonden, dit. Damn, ik ben echt verbaasd dat ik dit terug heb gevonden. Ik dacht echt dat ik heel de aflevering lang moest zoeken naar de terugweg, maar dat valt gelukkig wel goed mee. Ik ga ondertussen deze iron hier ook meepakken, zodat we altijd nieuwe pickaxes kunnen maken. Want ik moet natuurlijk nog een hele tunnel naar boven graven. Zodat ik altijd naar omhoog en naar beneden kan in mijn mine. Er had ook iemand een paar heel goede tips gegeven. Eentje daarvan was dat ik net boven de bedrock moest minen voor diamonds. Hè? Omdat ja, op de bedrock zelf gaat nooit diamonds liggen natuurlijk. Dus dat is dan een beetje waste of tunnel. Waste of tunnel, is dat een ding? Waarschijnlijk niet. Maar hey, ik heb het nu uitgevonden. De waste of tunnel. Dus ik moet gewoon even net boven die bedrock minen. Zodat ik ook de onderste laag mee kan nemen om diamonds te vinden natuurlijk. Dus dat komt helemaal in orde. We zijn er weer. Onze mooie tunnel. Wauw, prachtig. Ik denk dat ik toch nog eventjes ga minen. Dus we gaan lekker naar beneden. Toch nog eventjes minen, zodat ik toch nog die diamonds kan vinden. Ik heb natuurlijk al 2 diamonds gevonden, maar dat vind ik niet genoeg. Ik wil meer diamonds. God dang it. Gimme more. Het is aan het regenen blijkbaar. Wauw, als je in de regen staat, dan zie je het niet. Maar als je er buiten staat, dan ziet je wel dat het regent. Dit is weird. Minecraft, fix your shit. Oké dan. Dus laten we hier ergens naar links of naar rechts gaan. Zodat we lekker verder kunnen minen. Ben jij aan het genieten van deze video? Join dan zeker de Sutai Squad. Dit doe je door te abonneren op dit kanaal. Ik heb nog meer dan genoeg sticks gelukkig. Ik heb hier ook nog oak planks. Dus daar kan ik altijd nog sticks van maken. Hè. Dus dat komt sowieso in orde. Ik wil ook wat kool vinden, zodat ik terug wat meer torches kan maken. Want ja, de torches zijn alweer bijna op. Like always. Dus dat wil ik ook doen. En dan moet ik natuurlijk die iron smelten met mijn oven hier. Om een pickaxe te maken. Want deze pickaxe ga nooit overleven. Dat weet ik nu al. Dus laten we hier ergens naar links gaan. Laten we eentje naar omhoog gaan, zodat we niet die bedrock layer meenemen. En zo zijn we ook weer efficiënter bezig natuurlijk. Let's go! Oh, ik hoorde weer zo'n skulk sensor. Zeg niet dat ik weer ergens in zo'n cave terecht kom. Hè. Mijn warden. Ik wil geen wardens meer. Ik heb fucking veel schrik van dat ding. Zeker omdat dat u verblindt. Like dat dat achter u aankomt, ça va. Maar dat dat u ook nog eens verblindt. Echt heel eng. Damn. Oké, we hebben een probleem. We hebben geen torches meer. Ik ga denk ik gewoon wat torches pikken van deze tunnel. Het is toch niet dat ik nog in deze tunnel ga komen. Dus ja, dan heb ik toch wel wat meer licht in de andere tunnels. Dat is zeker handig. Zoals zei, dat was de laatste torch. Ah nee, hier staan er nog. Hey. Gimme more torches. Oeh yeah. Zoals zei, dat zal wel genoeg zijn. 23 heb ik er weer. Dat is meer dan genoeg, ja zeker. Ik heb het gevoel dat ze Minecraft over het algemeen donkerder hebben gemaakt. Want vroeger, als je geen torches had, dan kon je op zich nog wel iets zien. Je kon wel gewoon nog doormijnen. Maar nu is het echt gewoon piekzwart. Volgens mij hebben ze echt Minecraft donkerder gemaakt. Of ik heb mijn gamma settings verkeerd ingesteld ofzo. Volgens mij moet je dat echt in de game settings aanpassen. Of niet in de game settings, in de game files. Dus daar heb ik nu geen zin in om het allemaal te fixen. Ik haat echt die schreeuwen. Is er een warden in mijn tunnel gespawnd? Dat kan toch niet, hè? Nee, oké, het was gewoon in de buurt. Ja, denk het, 2 keer achtereen, man. Nu wist ik wel dat ik veilig zat, want ik zit gewoon veilig in mijn tunneltje. Maar ik weet wel dat er in de buurt een warden zit. Dus laten we daar niet meer naartoe gaan. Ik ga gewoon lekker naar de andere kant gaan. Yay. Het enige wat ik wil is wat diamonds. Wat? U vraagt en u zal krijgen. Oh, jazeker.
Yay, diamonds. Very nice. Hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, 4, 5. Yay, 5. 5 is pretty good, actually. Dan heb ik er in totaal 7. Alright, mijn pickaxe is gebroken, dus het wordt tijd dat ik weer een nieuwe maak. Ik ga denk ik nog geen diamond pickaxe maken. Trouwens, nog een goede tip, wat dat diezelfde guy denk ik had gezegd. Diamond leggings, die curse of finishing, dat boeit eigenlijk geen scheid. Echt raar dat ik daar niet over heb nagedacht. Want ik speel natuurlijk hardcore survival, dus eer dat ik dood ben, dan ben ik effectief dood. Dus de curse of finishing, dat boeit echt geen kut. Dat die pants dan verdwijnen, want ik ben zelf ook verdwenen, zeg maar. Ik heb ook Curse of Finishing op mijn hele lichaam. Dus ja, dus eigenlijk heeft dat vrij weinig zin, die curse. Dus eigenlijk zijn dat gewoon keigoede pants. Fire Protection 4 en Unbreaking 3, dat zijn gewoon heel goede pants. Deze heeft wel gewoon Protection 4, dat heb ik eigenlijk liever. Maar op zich, Fire Protection, dat is ook zeker niet slecht. Deze heeft ook Mending. En dat is ook echt heel graaf, want mending, dat zorgt ervoor dat de pants vanzelf terug healen wanneer dat je XP krijgt. Nadeel is wel, die XP gaat dan naar de pants en die naar jezelf, dus je kan minder snel levelen. Dus dat is dan natuurlijk weer een nadeel, maar de pants healen zichzelf wel constant. Which is very nice. Ik denk toch dat ik voor de diamond leggings ga gaan, omdat hier is plus 5 armor en hier is het plus 6 armor, plus 2 armor toughness. Ik weet niet wat armor toughness is, maar sure. Volgens mij is dat nog extra armor dat je krijgt. Zoals die doen we lekker aan. Oh mijn god, wat sta ik er heel goed mee, joh. Lekker blinkende pants. Oh my god, nice. Ik moest een nieuwe pickaxe maken, helemaal vergeten. Oké, voilà. Ik ga nog geen diamond pickaxe maken. Ik vind dat nog een beetje te vroeg in het spel om nu al een diamond pickaxe te maken. Deze is ook al gefixt. Zo, die kunnen we dan weghakken en dan kunnen we verder minen. Ik heb een beetje te weinig inventory space, besef ik me nu. I guess dat we wat blokken weg kunnen doen, hè. Daar gaan we er toch genoeg van hebben. Hier is ook één random blok die ik niet moet hebben. Laten we die wegdoen, zo. Fuck you. Alright, let's go. Ik hoor hier lava in de buurt. Misschien dat hier wel ergens een cave zit of zo. Dat zou wel sick zijn, eigenlijk. Ik weet niet, wat is het... De gemiddelde level van lava nu eigenlijk. Oké, ik weet dat ik nu onder de lava zit. Dat was duidelijk. Want vroeger mine ik altijd zonder problemen. Omdat ik wist dat lava op level 11 was of zo. En ik mine ook altijd op level 11. Of alleszins net onder mij. Waardoor ik altijd wist dat er nooit lava boven mij ging zijn. Maar nu in deze Minecraft versie denk ik niet dat dat echt een regel is. Ik wil hierboven wel eens zien wat er boven de lava zit. Ik moet wel zien dat ik niet doodbrand door lava. Ik heb nu wel fire protection. Hey, dat is een voordeel, natuurlijk. Hoppa, we zijn er. Oh nee, terug bij zo'n skulk dingen. Helemaal geen zin in. Oké, het is ook maar een klein lavaplasje. Kunnen hier geen normale caves zijn? Ik haat echt die skulk dingen, man. Wat is dit zelfs? Dat is zo een van die gekke dingen. Volgens mij kon je dat niet hacken. Nee, je krijgt er gewoon XP van. Dat is wel leuk aan deze blokken. Ik ga redelijk snel weg en je krijgt altijd een beetje XP. Maar ja, dat kost natuurlijk ook wel durability van je iron pickaxe. Dus in hoeverre dat dan handig is, dat is natuurlijk een tweede ding. Maar we kunnen beter gewoon omdraaien en naar huis gaan. Want dames en heren, ik heb genoeg gemined voor deze aflevering. Ik heb heel vorige aflevering ook al gemined. De aflevering daarvoor heb ik ook al gemined. Ik weet het, het is belangrijk, maar... Ik wil ook nog andere dingen doen natuurlijk. En we hebben sowieso echt al een heel ondergronds avontuur meegemaakt. Man, man, man. Heeft echt 3 jaar van mijn leven gekost. Minstens. Damn. Ik ga nu gewoon lekker naar boven bouwen. Als er nog iets exciting gebeurt, dan laat ik het wel even weten. Ik verwacht niks exciting. Ik verwacht gewoon een saaie rit naar boven. Dus, maar dat zullen we dan wel zien. Hé, ik heb weer koper gevonden. Dat is pretty cool. Lekkere kopertjes, oeh jee. Yeah. Het is niet dat je dat kan meenemen, het is niet dat je daar ook iets aan hebt ofzo, dus... ik weet niet, ga ik iets droppen voor die koper? Ik kan op zich wel een stack aan stenen gewoon droppen, of die gravel ofzo. Op zich, gravel kan nog handig zijn voor flint. Maar laten we gewoon die koper meepakken. Dat is wel fun. Hoeveel koper heb ik? 35, uit.
Ja, ondertussen ben ik terug bij de gewone stenen, dus het minen gaat natuurlijk wel een beetje sneller daardoor. Dat is wel fijn. Ik denk dat ik bijna bij het gedeelte ben dat ik al had uitgemined. Volgens mij was dat iets van een level 50, 60, 70, zoiets. Dus daar heb ik dan al die trap gemaakt. Dus dan ben ik veel sneller boven. Maar ik zie jullie daar dan wel. Ik heb hier de nieuwe gang gevonden. Allee, de nieuwe, de oude gang eigenlijk. So that's very nice. Yay, nieuw trapje. Dus ja, we kunnen gewoon lekker gezellig naar omhoog. Ik was al veel hoger dan ik dacht, dus eigenlijk heb ik een beetje dubbel werk gedaan. Maar oké, dat maakt op zich niet zoveel uit. Hier is kool. Kool is handig. Laten we kool meenemen. Yeah. Dit is natuurlijk ook heel goed voor de experience. En hier is echt heel veel kool. Damn. Lekker, very nice. Ik moet wel iets droppen om dat te kunnen oppakken. Laten we die deep slate hier droppen. Daar heb ik er toch meer dan genoeg van. En dan kunnen we dit weer opvullen met normale cobblestone. Zo, zo, perfect. Zo. Alright, verder naar omhoog. Yay! En we zijn eindelijk boven. Man, 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 wat doet dit deugd. Twee lange afleveringen zat ik hier vast. Basically drie lange afleveringen. Maar we kunnen hier dit gat hier verder afwerken door gewoon lekker recht naar omhoog te bouwen. Ik heb keiveel deep slate. Ik vind dat op zich wel een leuk blok om mee te bouwen. Dus laten we dat dan zeker doen. Ik ben ook blij dat het overdag is. Want anders werd ik hier verwelkomd door allemaal zombies en skeletons. Hé, hey, daar is er eentje toevallig. Gezellig. Maar gelukkig is dat dus niet het geval. Yay. Zo, Sven, als we dat volgende keer nog één keer doen, dan hebben we een perfecte tunnel, waar dat eigenlijk nooit iets kan mislopen als je daar naar beneden springt. Maar ik ben eigenlijk al lang blij dat we terug thuis zijn. Ik moet hier ook echt eens een mooie trap maken. Like in aflevering 2 of 3 is er ooit eens een creeper ontploft en nu is heel dat landschap hier niet echt nice. Ik heb dat nooit echt gefixt ofzo. Maar dat kunnen we altijd in de nabije toekomst zeker fixen. Hoe gaat het hier? Dit is lang geleden. Man, man, man. Mijn koetjes hebben al zo lang geen eten meer gehad. Hoe gaat het nu eigenlijk met de koetjes? Dag koetjes, ja, de vierde is ook al volgroeid, dus die kunnen we weer eten geven. Zodat die allemaal weer uitbreiden en zo. Very, very, very nice. Hier is de mooie wheatjes. Ik ga zometeen ook een extra kist nog maken voor al mijn spulletjes in te doen natuurlijk. Yeah, en yeah. En dan hebben we normaal gezien twee kinderen. Klopt dat? Oh ja, zeker, hier zijn ze. Kijk hoe schattig, oh mijn god. Maar dus ik ga een extra kist maken. Waar is hier het hout? Ik heb hier nog redelijk wat hout zitten, dus dat is perfect. Ik moet dat echt eens sorteren. En ik zeg altijd dat ik dat eens in de stream ga doen, omdat dat niet interessant is voor een video. En ik heb daar keihard gelijk mee, vind ik toch? Dus ik moet echt eens streamen. Als je daarbij wil zijn, dan moet je mijn Discord joinen, want daar zeg ik altijd wanneer ik ga streamen. Daar krijg je altijd een melding wanneer ik live ben. Dus join zeker eventjes mijn Discord. Zo, laten we wat kisten maken. Voilà. Hoeveel kunnen we hieruit krijgen? Twee kisten, dat is voldoende voor mij. Zo, en dan kunnen we die hierboven opzetten. Woeps, dat was niet echt de bedoeling, maar sure. Dat werkt ook. En dan ga ik hier al die ores in smijten. Diamond, iron, coal, al die dingetjes. Dat schild neem ik wel nog eventjes mee. En dan gaan we eens kijken naar de farm. Hoe gaat het hier? Oh, very nice. Heel veel potatoes al helemaal volgroeid zijn. Die potatoes groeien snel, man, ten opzichte van dat wiet. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk niet dat alles al volgroeid is. Nee, nog niet alles. Dus ik mag er niet zomaar brein dood door maaien. Maar dit kan ook gewoon een beetje rustig op het gemakje zien wat dat volgroeid is en wat niet. Zoals ze. Ik denk dat dit de laatste is. Nee, joh, hier zijn er ook nog. Hoppa, die zijn allemaal volgroeid. Perfect, perfect, nice. En dan kunnen we die allemaal weer planten. We hebben meer dan een stick, god damn. Heel nice. Zo, Sven, dat was de laatste. En kijk eens, dames en heren, we hebben echt bijna... We zitten al over de helft van ons veld, ja. God damn, nice. We gaan veel potatoes hebben, man. Veel potatoes. Eten gaat echt geen probleem zijn voor ons. Dat is al lang in orde. Heel nice. Ik heb ook twee poisonous potatoes gekregen. Die kunnen we lekker droppen hier. Bye bye. Dan kunnen we ook de wietjes hier plukken natuurlijk. Alleen diegenen die volgroeid zijn alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. Deze ook nog. En dan hebben we ook weer een halve stack aan seeds. Wiet gaat ietsje trager dan potatoes blijkbaar. Maar
Het gaat nog altijd wel vooruit, ik ben tevreden. De wiet is eigenlijk puur voor de koetjes, dat is niet echt voor mij. Want ja, van wiet kan je brood maken en brood, goh. Ik heb zoveel brood omdat ik langs de village ben geraakt, maar potatoes is qua eten blijft toch het beste. Allee, de baked potatoes dan. Maar dat bakken, dat is natuurlijk geen probleem. Maar dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Holy shit, wat een spannende aflevering was dit. Ik heb een halve hartverzakking gekregen. We hebben diamonds gevonden, meer diamonds. In totaal hebben we er nu 7. Dus dat gaat ook redelijk goed. En onze koetjes zijn ook nog altijd gezond. Daar gaat het uiteindelijk om. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende keer. En later. Doei.